Hoe hoog was de druk nu? Ja, was zeker heel erg hoog. Ik was wel zeker gespannen. Ik bedoel, als je gewoon kijkt naar het afgelopen voorseizoen, moest ik toch wel heel vaak meerdere kennen aan Ronald, hij, Dai, et cetera. Het was zeker daar spannend. Ik wist dat het een heel lastig karwei zou zijn. En ook na de eerste 500 meter zat ik er net naast. Toen 200ste. Dus tweede 500 meter was ik extra scherp en dat kwam goed uit. Die rit tegen Hein, hoe beleefde jij de kruising? Hoe ging je daarop? Hein is natuurlijk een grote jongen en ik wist gewoon dat ik moest gewoon sneller openen dan hem. En dat is weer gewoon een goede opening voor mij doen. En ik had daardoor gewoon een mooi richtpunt aan Hein. Ik train heel vaak met Hein en het is gewoon echt een hele snelle schaatser, valt op rechte stukken. Dus dan is het fijn om een mikpunt te hebben. En ik merkte ook wel na 50 meter dat ik eigenlijk niet meer op hem afreed. Ik moest nog een scherpe bocht uit. Toen had hij natuurlijk even een missetje gemaakt en viel hij daardoor. En dat is natuurlijk heel zonde, maar goed, ik bleef wel gefocust en kon goed finishen. Ben je nu opgelucht dat deze al binnen is? Ja, zeker. Het is natuurlijk, er moet nog 1000 meter gereden worden. Ik denk dat dat ook wel echt een van mijn betere afstanden is. En ik hoop daar ook gewoon goed te presteren. Maar zeker, het is mooi in ieder geval dat je een goede wedstrijd rijdt. We hebben niet heel veel wedstrijden gereden het seizoen nog. Dus het is gaaf om dit nog te doen. Ja. En dan straks ga je de bubbel in. Eerst met deze tijd, 34-6. Nou, dit moet wel een beetje perspectief bieden voor jou, denk ik. Jawel, maar goed, aan de andere kant, als je gewoon echt, zoals ze eerder zijn in het voorseizoen, kijk, heb ik nog niet heel vaak heel hard gereden nog. Dus zeker, weet je, het is mooi in ieder geval dat je één zo'n goede race rijdt, maar ik moet het vaker gaan doen. En dat is voor mij nu het doel. En om elke training scherp te zijn en daarin te verbeteren en dit nog een keer te kunnen doen. Ja. Maandag de 1000 meter, ja. die is ook belangrijk. Ja, die is zeker heel belangrijk, klopt. Ook concurrentie is daar ook heel erg breed. Er zijn zeker wel 4-5 gasten die om de 3 plekken kunnen gaan strijden. Dus het wordt wel echt een battle. Zenuwachtig? Ja, natuurlijk. Ik ben natuurlijk weer gespannen. Ik bedoel, het is nooit fijn om buiten de boot om in ieder geval niet in de top 4 te eindigen. Ik wil gewoon heel graag ook weer op de 1000 meter ook gewoon top 3 rijden en het WK-ticket halen. Ja. En dit is ook een beetje een weekend, dat krijg je volgend jaar weer. Sorry? Dit is ook een beetje een weekend, volgend jaar exact hetzelfde. Dan heb je het Olympisch kwalificatietoernooi, maar goed, ik denk dat menige collega's van mij dit elk jaar meemaken. Het is elk jaar niet leuk. Vlak na kerst vaak een beetje en we zitten vaak al een beetje in het hotel en gaan om hele belangrijke tickets en dit zal volgend jaar waarschijnlijk nog erger zijn, dit gevoel, de spanning. Maar goed, het is dan aan ons scherp, om scherp te blijven, geen fouten te maken. Dankjewel, succes maandag. Ja, alsjeblieft.